Welkom bij Meer Zoetermeer. Vanavond gaan we het hebben over het Langeland ziekenhuis, want dat is nog steeds niet gered. Het water staat nog steeds daar aan de lippen, ondanks bepaalde berichten in de krant die niet blijken te kloppen. Ik ga het erover hebben, over dit probleem, dit actuele probleem, met PvdA-raadlid Nawzat Sulaiman. Ik had het geoefend en het gaat toch weer fout. Dat ging perfect. Dit rekent u goed, Sulaiman, deze poging. Ja. Eerst even naar, laten we even kort samenvatten, wat is er eigenlijk aan de hand met het Langeland ziekenhuis, waardoor het financieel er beroerd voor staat? Nou, het Langeland ziekenhuis heeft sinds ongeveer 2,5, 3 jaar enorme financiële problemen. Dat heeft voor een deel te maken met het wanbeleid van het ziekenhuis zelf, maar het heeft ook met de omstandigheden te maken in de omgeving, de zorg die anders georganiseerd in Nederland, maar met de economische crisis. Maar voor grotendeel met het wanbeleid van het ziekenhuis zelf. En sindsdien is het probleem alleen maar groter geworden. En dat wanbeleid, dat gaat over het vorige management, mag ik hopen. Dat heeft dus een aantal jaren geleden aan het licht gekomen. Toen waren er ook enige miljoenen verlies, schuld. Ja, ja. Die situatie, daar zit het ziekenhuis nu nog steeds in. Heel veel schulden en inderdaad bijna nooit winst gemaakt. Wel heel veel kosten gemaakt, geld geleend en niet terug kunnen betalen. En nu zitten we in een situatie dat zij... tot nu toe hebben ze altijd wel hun verplichtingen voldaan, maar vanaf vorig jaar dus heel moeilijk om aan de verplichtingen te komen. Want even leek het er nog op dat de medewerkers daar een hele beroerde kerst zouden hebben. Hè. Was het nieuws uiteraard dat ze een halve salaris zouden krijgen en in januari de andere helft. Nou, dat is volgens mij nog wel allemaal net goed gekomen. Dat is net goed gekomen, inderdaad. Die hebben nog een redelijke kerst gehad, maar zitten waarschijnlijk nog steeds nu met de billen bij elkaar geknepen van, oh god, hoe gaat dit verder? Ja. Luc Winter, die naam wordt vaak genoemd, dat zou de redder wellicht kunnen worden van het ziekenhuis. Maar is dat zo? Dat kunnen we nog niet zeggen. Het ziekenhuis heeft wel, voordat Luc Winter aan de pas kwam, geprobeerd via andere wegen. Ze hebben geprobeerd via het zogenaamde A12-coöperatie. Wat is dat? Dat is twee ziekenhuizen uit Den Haag. Bronnow ziekenhuis, het Medische Sociaal Haaglanden en het Groene Hart ziekenhuis in Gouda. Ja. Ze hebben een coöperatie, A12-coöperatie genoemd. Opgericht en wel het ziekenhuis in Zoetermeer ook meenemen. Mm-hmm. Hebben ze dan in het begin zo voorgesteld. Het bestuur van het ziekenhuis is meegegaan. We zijn ook geïnformeerd in de raad. Ja. En wij vonden wel goed idee in het begin, zoals zij dat voorgesteld hadden. Maar wat blijkt, dat hebben we afgelopen maandag van bestuursvoorzitter de heer Brinkman gehoord en daarvoor ook van anderen, dat ze eigenlijk van plan waren om het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer een soort buitenpolie van de andere ziekenhuizen te laten maken. Mm-hmm. Dus alles eigenlijk weghalen wat belangrijk is. Alleen voor kleine dingen in Zoetermeer dan... Uitgeklede versie van... Parodie op een ziekenhuis bijna. Dat bijna eigenlijk geen ziekenhuis wat ziekenhuis genoemd kan worden. En wij hebben altijd in de raad, bijna alle fracties, eigenlijk alle fracties, waren het met elkaar eens dat wij een zelfstandige, een basisziekenhuis in Zoetermeer willen behouden. Ja, want dat is volgens mij door de hele raad wordt dat idee gedragen. Dat wordt door de hele raad gedragen. Goed, met die corporatie ging het dus niet door. De heer Luc Winter is bekend in die zin, die heeft vaker ziekenhuizen gered, zou je kunnen zeggen. Onder andere volgens mij het IJsselmeer ziekenhuis in Lelystad. Ja. Ja. Ik heb er ook wel iets over gelezen van, nou, hij redt zo'n ziekenhuis, maar dat gaat dan ook niet helemaal er zacht aan toe. Ja. Met andere woorden, de mensen in het Langeland ziekenhuis, de medewerkers, moeten er rekening mee houden dat een bepaald bestand sowieso wordt weggesneden, om maar in die beeldspraak te blijven. Wij weten nog niet wat precies gaat gebeuren. Hè. Hij komt binnen nu en twee weken met een businessplan naar het college en daarna krijgen we het businessplan te zien met het advies van het college. Wat wel duidelijk is, dat heeft hij ook in de media geroepen. Hij is vorig jaar november in België gekomen. Ja. Heeft hij een plan gepresenteerd die bestond uit drie fases. De eerste fase was het doorlichten van de situatie van het ziekenhuis. Financieel, maar ook qua contracten en wat allemaal aan de hand is. En vervolgens kijken naar de bronnen van de financiën, voor hoe hij dan een financiële kader kan voor elkaar krijgen. Mm-hmm. En daarna uitvoeren. En waar wij nu in zitten eigenlijk is het einde van de fase 2. Dus dat het businessplan dat gepresenteerd wordt en dat eerst naar het college voorgelegd wordt en daarna
kunnen wij met het advies van het college dan ons als raad ons oordeel overgeven. Ja. Hij is niet de enige, hij moet ook de medewerking van verschillende mensen, organisatie, zorgverzekeraar, de banken meekrijgen. En in die fase zit hij, is hij aan het onderhandelen om dat voor elkaar te krijgen. En we hopen dat wij, de bestuursvoorzitter, de heer Brinkman, die heeft afgelopen maandag inderdaad gezegd dat hij verwacht binnen nu een week of twee met een businessplan te komen. Is Luc Winter de enige kandidaat op dit moment om het ziekenhuis over te nemen? Hij is op dit moment met zijn groep de enige optie wat overgebleven is. Wij hebben afgelopen maandag ook de vraag gesteld aan de bestuursvoorzitter wat is plan B als dat niet lukt, wat gaat gebeuren. Ze richten zich nu ook vooral op de heer Winter. Maar als dat niet lukt, dan kijken ze naar andere ziekenhuizen in de omgeving of zij nou via andere wegen tot een andere oplossing komen. Maar dat zal wel moeilijk worden. Wat kan de gemeenteraad of het college in combinatie met de gemeenteraad überhaupt afdwingen? Wat kan het eisen? Wij kunnen in principe niks afdwingen. Hè. De verwachting is dat Luc Winter het college, de raad vraagt om ondersteuning van het college als onderdeel van de oplossing. Samen met de banken en de zorgverzekeraar. We hebben van de bestuursvoorzitter te horen gekregen dat de zorgverzekeraars in ieder geval voor dit jaar wel de contracten rond hebben. Dus voor alle kosten die ze maken, worden ze betaald door de zorgverzekeraar. Mm-hmm. Dat is wel goed nieuws. Ja. Maar wat van de gemeente verwacht wordt, is nog niet duidelijk. Wat Luc Winter van de gemeente zal vragen, is ook nog niet duidelijk. Dat zal in een businessplan gepresenteerd worden en die binnen een week of twee moet komen. Maar het is natuurlijk wel vrij pijnlijk dat de derde stad van Zuid-Holland op dit moment in die zin een soort angstbeeld wellicht kan ontstaan dat we niet een volwaardig basisziekenhuis hebben, met andere woorden een ziekenhuis zonder een volwaardige spoedeisende hulp. Dat beeld, dat blijft dus voorlopig nog bestaan, de mogelijkheid. Het is heel triest en is ook onzeker, niet alleen voor het personeel en voor de patiënten daar, maar voor alle inwoners van Zoetermeer, maar voor ons ook inderdaad. We vinden het echt erg vervelend dat wij die zekerheid niet kunnen geven. Wat wij altijd benadrukt hebben, niet alleen mijn partij, mijn fractie, maar ook alle andere partijen, is dat wij allemaal achterstand bij een volwaardige, een basisziekenhuis in Zoetermeer willen behouden. En of dat gaat er gerealiseerd worden, we hebben wel de wens en de hoop dat dat gaat lukken met zorgondernemer Luc Winter. Maar dan moeten we eerst het plan zien, het businessplan van hem. Ja, precies. En dat is dus, dat wordt de komende periode duidelijk. Kan de gemeente überhaupt zelf daar geld in? Hoe is het met het geld geregeld, zou ik maar zeggen? Kan de gemeente daar zelf in investeren? Kan die een handreiking bieden? Of is dat helemaal de private markt? Ja, het is een private markt. Wat wel gebeurt is dat de gemeente in het verleden wel garant is staat voor het ziekenhuis. Mm-hmm. Uit mijn hoofd ongeveer 12, 13 miljoen euro. Ja. Garantstelling. Ja. Dat was veel meer. Nog in de tijd van de gulden. En is afgebouwd. Dus elke jaar heeft het ziekenhuis wel wat geld terugbetaald. Het college heeft, of de gemeente heeft die garantstelling teruggebracht naar 12, 13 miljoen euro. Maar wij weten nog niet wat Luc Winter met zijn businessplan van ons, van het college, van de gemeente zal verwachten en wat vragen. Maar er is op dit moment nog geen sprake van dat een steun van de gemeente naar het plan gaat. De Partij van de Arbeidsfractie, u kent het plan natuurlijk nog niet helemaal van de heer Winter, maar goed, in grote lijnen kunt u een inschatting maken. Heeft de Partij van de Arbeidsfractie nagedacht over een alternatief als dit niet door zou kunnen gaan? Hebben jullie zelf over een plan B al nagedacht? Kijk, het ziekenhuis is niet eigendom van de gemeente, dus dat is heel vervelend en het is ook heel moeilijk om daar iets een antwoord op te geven. Wat wel aan de hand is dat wij het college vragen vaker, en ze hebben ook ons in meerdere malen in vertrouwen geïnformeerd hoe het allemaal loopt en wat allemaal gaat.
En we weten dat er naar buiten toe, hè, via de media, heel veel berichten naar buiten komen wat niet altijd kloppen. En dat dat veel onzekerheid brengt. Want in de krant stond even voor de duidelijkheid dat het Langeland al gered is. Afgelopen, vorige week zaterdag stond in het AD dat het ziekenhuis gered is. Dat is te voorbarig. Dat is voorbarig. Ik heb afgelopen maandag precies voorzitter Dirk Brinkman gevraagd of waarom heeft dat met communicatie te maken, met informatievoorziening. En hij zei van zolang wij niet met iets officieel naar buiten komen, dan is het allemaal verhalen die door journalisten zelf verzonnen zijn. Ja. Dus dat klopt niet. Maar even terug op je vraag over plan B of mijn fractie over nagedacht heb. Mm-hmm. We denken natuurlijk altijd over na van wat het plan zal zijn. En wij kunnen plannen niet zelf verzinnen, gaan maken. Wat wij wel kunnen doen is het college vragen. Daarop aandringen van, stel dat dat niet lukt, hebben jullie dan plan B? En dat is de rol dat het college op zich moet nemen. Je zou bijna kunnen zeggen, Zoetermeer, een soort Calimero-effecten. We hebben geen volwaardig intercitystation. We hebben straks misschien geen volwaardig ziekenhuis meer. We hebben dat volk blij zo gaat niet door. Kunnen we spreken van een trend? Ik bedoel, in hoeverre wordt Zoetermeer nog serieus genomen door de omliggende partnergemeente? Nee, ik denk niet dat je zo kan, dat je ze kan voorstellen. Dat het een heeft niet met de andere te maken. Het probleem van het ziekenhuis speelt al een jaar, drie jaar ongeveer, of misschien langer. In ieder geval sinds drie jaar is het bekend. Maar in die corporatie was Zoetermeer ook weer het kleine broertje, als ik u goed eerlijk Nee, juist niet, hè, want dat was de bedoeling. Maar dan werden we toch een kleine polykliniek? Nou, dat was eerst, afhankelijk was het plan dat zij gewoon een volwaardige lid van een corporatie zou worden. Alleen, dacht Zoetermeer? De corporatie hebben een voorstel zo voorgedragen. Oh, toch wel, ja. En zo zijn we ook erin gegaan, althans het bestuur van het ziekenhuis. Okay. En zo dachten wij ook in de politiek dat het via die corporatie opgelost zou worden. Maar terug op je vraag of het een trend is in Zoetermeer. Ik denk dat wij in Zoetermeer wel een derde grote stad van Zuid-Holland, na Den Haag en Rotterdam. En we hebben een belangrijke rol in de regio. En we zijn bezig nu met de grote regio, wat de afgelopen tijd heel vaak over gehad is, om in Haaglanden een grote regio op te richten. En we zijn nu bezig om met Pijnlijke Nooddorp op verschillende gebieden samen te werken. En er zijn grote plannen in Zoetermeer die ook gewoon plaatsvinden. Maar de ene heeft niet met de andere te maken. De Blijdenstation heeft echt helemaal niks met het ziekenhuis te maken. Het was ook, maar goed. Zelf als zit ik me wel af te vragen van, is het verstandig, alle kaarten, hè, zijn nu in alle troefkaarten zijn in handen van Luc Winter. Dat is ook wel een beetje griezelige positie, of niet? Ja absoluut. Dat weet hij. Ik bedoel, in die zin heeft hij natuurlijk alle macht. Ja, zeker. Dat is wat het ziekenhuis natuurlijk moet voor zorgen. Ja, nee, dat zijn niet alle kaarten die in handen van één persoon liggen. Maar blijkbaar hebben ze zoveel vertrouwen in dat het wel goed gaat en dat zij daarom mee in zee gaan. En wij in de politiek zijn altijd voorzichtig wat dat betreft. En wij houden wel het college in de gaten van stel dat het niet gaat lukken, wat zou het plan B zijn en hoe wij ervoor kunnen zorgen dat wij in Zoetermeer wel een basisziekenhuis kunnen behouden. Want 2013, althans op basis van de afspraken met de zorgverzekeraars, zit dat er wel, safe, zeg maar. Dat is wel geregeld. Daarnaast natuurlijk één groot vraagteken. Maar wat nou, het is natuurlijk altijd wat als, maar goed, het is een reële vraag, vind ik zelf. Het gaat niet door met Luc Winter. En het ziekenhuis wordt in die zin facilitair min of meer uitgekleed. We hebben geen spoedeisende hulp meer. Ja. Wat dan? Nou, laten we gewoon uit het positieve uitgaan, hè? Want we weten niet wat. Ik denk dat wij over een week of twee wel. Maar laten we dat voor de aardigheid even niet doen. We gaan niet van het positieve. Dan nog, ik denk dat er wel genoeg slimme mensen zijn in het bestuur van het ziekenhuis, in het college, maar ook de banken hebben belangrijke belang bij dat het ziekenhuis gered wordt. De zorgverzekeraar hebben een belang bij. En bovendien, Luc Winter die heeft aangegeven dat hij wel in Zoetermeer belangrijke
winst in het ziekenhuis ziet, omdat het grote bevolking in Zoetermeer in de omgeving afhankelijk is van zo'n ziekenhuis. Winter is natuurlijk een ondernemer die geld is een ondernemer, verdienen, maar blijkbaar als hij dat ziet, hè, omdat hij het uit zijn geest van onderneming dit soort dingen misschien beter kan zien, dat er wel andere ondernemers zijn die dat ook kunnen zien en die daar wel plannen voor hebben. Als dat niet lukt, dat hij een andere ondernemer komt of een andere coöperatie of een andere ziekenhuis die het ziekenhuis wel redden of overnemen of in samenwerken. Al met al, de imagoschade die het ziekenhuis oploopt, is natuurlijk enorm. Ja. Biedt hij de reddende hand, hè, ja. De heer Winter. Dan nog voor de man in de straat, om het maar even zo populair te zeggen. Is het Langeland natuurlijk een ziekenhuis met een slechte imago? Ja. Hoe gaan we dat oppoetsen? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het klopt, hè, dat het imago van het ziekenhuis veel door al die problemen ondermijnd is. En dat het straks misschien in het plan en businessplan wel een andere naam voor bedacht wordt, bijvoorbeeld. Ja, dat is een bekende truc, hè? Het is een bekende truc in de ondernemingswereld. Ja. Dat, dan kom je met een nieuwe ziekenhuis, met een nieuwe logo. Zo zult u meer ook niet, hoor, denk ik. Toch? Ja, ik denk dat zij op die manier dan proberen wel het imago van het ziekenhuis een andere impuls te geven, positiever naar buiten brengen. En dan is het een kwestie van de media-aandacht. Maar goed. Voor ons, voor de bevolking van Zoetermeer in ieder geval, zou het wel handig zijn als wij het ziekenhuis gewoon te behouden. In ieder geval dat handig wij... is een understatement. Het kan van levensbelang het zijn. Het is levensbelang. Het is sowieso gewoon heel erg belangrijk dat wij voor de zorg die wij nodig hebben, niet naar Den Haag, Rotterdam of Goudenhoven, maar dat wij in Zoetermeer die zorg kunnen krijgen. En tot slot, die apotheek, hoe zit het daarmee die erbij zit? Blijft die nou open of gaat die ook dicht? Weet u dat? De vraag hebben wij ook gesteld. We hebben ook gezegd van hoe zit het met de nachtapotheker, precies. Maar dat zal ook in het plan moeten zitten. Maar dat is ook nog een vraagteken. Ik denk dat dat wel makkelijker oplosbaar is dan het ziekenhuis zelf. Maar ik denk dat dat ook een onderdeel van het plan, van de oplossing is. U heeft als PvdA-fractie wel alle vertrouwen in het huidige management van het ziekenhuis? Nou, we zijn natuurlijk, ons vertrouwen is beschadigd, hè, door de afgelopen jaren het mismanagement in het ziekenhuis. Dus we zijn heel voorzichtig. We hebben het vertrouwen in het college. We maken ook onderdeel van het college. En wij hopen dat het bestuur van het ziekenhuis, de banken en de zorgverzekeraar met de onderhandelingen met de gemeente, loopt de Winter tot een goede oplossing voor de bewoners van Zoetermeer uiteindelijk komen. U blijft het vertrouwen houden in ieder geval? We hebben het vertrouwen, altijd moeten we het vertrouwen hebben, maar we zijn ook voorzichtig dat we moeten ook altijd over nadenken wat het plan B is. En in de tussentijd kunt u gaan nadenken over een nieuwe naam voor het ziekenhuis misschien? Of zo? Ik hoef helemaal niks over na te denken. Ik denk, u heeft al een naam? Die vraag werd toevallig afgelopen maandag aan de heer Brinkman gestuurd. Hij is naar draad gekomen om al onze vragen te beantwoorden. Wij hebben ook al die vragen aan hem gesteld. Ging het naar tevredenheid overigens? Het ging naar tevredenheid gelukkig. Heeft hij alle vragen open, we hebben opgesteld, dat heeft hij ook wel beantwoord. Ja. En er werd ook die vraag gesteld door een collega van een andere fractie. En hij heeft gezegd van, ja, dat is het plan. Het zou ook een andere naam bedacht worden voor het ziekenhuis. Maar wat, dat weten we niet. We gaan het afwachten en laten we hopen op een goede afloop. Ja. Dank u wel. Graag gedaan.